Wat voor onmogelijk werd gehouden, is een feit. De eerste niertransplantatie in Suriname heeft reeds plaatsgevonden. In dat kader praten we met de coördinator transplantatie Suriname en tevens de voorzitter van de commissie niertransplantatie Suriname, mevrouw Priya Gopalrai. Mevrouw Gopalrai, welkom. Dank je, Cliff. Geweldig nieuws voor Suriname, moet ik zeggen. Zeker geweldig nieuws, vooral omdat het voor velen nog onmogelijk leek, zoals je het zei. En dat het nu een feit is dat het is gebeurd op Surinaams bodem. Ja, wanneer heeft het precies plaatsgevonden? Het heeft plaatsgevonden op 27 augustus, jongsleden, in het academisch ziekenhuis. Mm-hmm. En ik stel me zo voor, het is niet een eenvoudige ingreep, maar hoe was het verloop ernaartoe, de voorbereiding? Nou, de voorbereiding, daar zal ik ook even kort ingaan op de commissie zelf. De commissie werd in juli 2018 geïnstalleerd en ook kreeg ik de functie als coördinator van transplantaties op het ministerie van Volksgezondheid rond dezelfde periode. En we hebben dus natuurlijk heel veel technische, organisatorische en logistieke zaken moeten regelen voordat wij op het punt waren om te zeggen van hey, we gaan wat evaluatiesessies doen en we gaan kijken van waar we deze transplantatie het best kunnen laten plaatsvinden vanwege de verschillende specialismen eromheen en het voortraject en het natraject, dus de nazorg, was het natuurlijk uiteraard het academisch ziekenhuis die daarin kon voorzien. En na de evaluatiesessies met het buitenlands team bleek dat wij dus ready waren met het voorwerk dat we hadden gedaan. En uiteindelijk is het dus op 27 augustus zover geweest om het uit te voeren in het ziekenhuis. En concreet, beide personen maken het goed? Op dit moment maken, of tenminste moet ik zeggen, de donor en de ontvanger, die zijn stabiel. Okay. De donor is inmiddels al thuis en de patiënt gaat zo snel mogelijk ook naar huis. Oké. Wat zou dan de volgende stap moeten zijn? We hebben de eerste gehad. Ik neem aan dat de tweede niet te lang op zich laat wachten, toch? Zeker niet. Van nu uit, ik zal geen exacte datum meegeven. Maar we zijn dus al bezig met de voorbereidingen voor de volgende. Tegelijkertijd is het belangrijk om ook evaluatiesessies te houden met ons team, het medisch team, het team van het academisch ziekenhuis en ook onze commissieleden. Om te kijken van waar er zaken minder goed zijn gegaan. Want kinderziektes zul je sowieso hebben de eerste keer. En die willen we identificeren. En we willen dus ervoor zorgen dat wij die kinderziektes elimineren, wegwerken of tenminste reduceren. Tot een minimum beperken. Om dan de volgende transplantaties beter te kunnen doen dan de eerste. Het aantal nierpatiënten, hoe groot is dat? We zitten, aantal dialysepatiënten zitten we rond de 750 patiënten. Dat is veel. Voor Suriname, voor een maatschappij van om en bij 500.000 is dat gigantisch veel. En dan moeten we ook rekening houden met de uitvallers die je hebt in deze groep vanwege overlijden en alle andere factoren. Ja. Maar ook de aankomende patiënten, die groep is ook enorm groot. En daar kun je ook al zien dat er heel veel gedaan moet worden aan preventie. Om te voorkomen dat we straks dus in principe op een bepaalde leeftijd, als we zeggen 30 of tussen 30 en 40, dat we dus alleen maar nierpatiënten rondlopen in Suriname. Dus sowieso moet er veel meer gedaan worden aan preventie. Maar ik denk dat het duidelijk is als we kijken naar de aantallen van 2000 tot 2500 aankomende patiënten. Op basis van de primaire ziektes die ze al hebben en waardoor ze dus in principe nu al bij de internist zijn of bij de specialist zijn voor specialistische zorg, is het wel alarmerend. En aan de ene kant zeg je wel van dat je dus deze patiënten, deze mensen die op hele jonge leeftijd in zo'n categorie vallen, dat je ze dus wederom een kans kunt geven om een ander leven te leiden. Ik stel me zo voor dat vanuit de commissie het recruteren van donoren nog doorgaat, hè? Ja, dus het is dus zo dat de donor, of tenminste de potentiële kandidaten vanuit verschillende instellingen, worden doorverwezen naar de coördinator, mijn persoon in dit geval. Mm-hmm. En daar gebeurt dus het counselen van de patiënten. Je moet natuurlijk weten van wie je verder in een screeningstraject zet. Je kunt niet anyone die bij je komt, ik wil getransplanteerd worden, in het traject gooien.
bij wijze van spreken. Er vinden gesprekken, voorgesprekken plaats. En daarna wordt er dan een afspraak gemaakt met de nefroloog. En van daaruit wordt dus in principe het medisch screeningstraject ingezet. En het gaat dus in principe... heb je verschillende filters, verschillende schakels die je moet doorlopen om uiteindelijk aan het eind te vernemen als je wel of niet getransplanteerd kunt worden en als de donor wel of niet een geschikte donor is. Mm-hmm. Oké, even naar het kostenplaatje. Een niertransplantatie is geen eenvoudige ingreep, maar het is toch goed om te weten. En ik denk in dit geval misschien de mensen die direct betrokken zijn daarbij, de donor en de persoon die een nier moet krijgen, die zullen zich natuurlijk afvragen van, maar ja, hoe betaal ik dit? Hoe staat het daarmee? Nou, op dit moment hebben wij met heel veel lobbywerk, zoals ik ook eerder heb aangegeven, we werken met verschillende counterparts en niets is gratis natuurlijk, maar wij hebben het wel voor elkaar gekregen dat er op dit moment een foundation is, de George Subraj Foundation, mm-hmm. Die het heeft kunnen bewerkstelligen dat wij dus een compleet technisch team naar Suriname hebben kunnen halen en de transplantaties tot zover dus pro deo hebben uitgevoerd. Natuurlijk is er een screeningstraject geweest. Daar zijn de kosten voor de verzekeraar geweest en voor een deel voor het academisch ziekenhuis om te zorgen voor de medicatie en de andere voorbereidingen die in place moesten zijn mm-hmm. voordat we die transplantatie konden uitvoeren. Dus het is een samenhang van verschillende factoren en een teamwork van verschillende actoren geweest om dit te kunnen bewerkstelligen. En als we praten over continuïteit, is het belangrijk dat er mogelijk een budget wordt opgemaakt. Omdat de foundation natuurlijk niet levenslang gaat blijven funden. Maar we gaan sowieso ook met de verzekeraars aan tafel moeten zitten. Want het is namelijk zo geweest dat wij in ons voorbereidingstraject de verzekeraars hebben geprobeerd te benaderen. Maar dan kom je dus in principe... mensen tegen die toch een beetje onzeker zijn of onzeker waren en niet wisten van komt het nou echt. Dus uiteindelijk moest ik de knoop doorhakken en zeggen van weet je, we gaan het andersom doen. We gaan het doen mm-hmm. en zien is geloven. Men heeft het nu gezien, het is gebeurd, het is een feit. En dan gaan we van hieruit gaan we dan met de verschillende verzekeraars praten om dus te kijken hoe wij dus niertransplantatie als nierfunctievervangende behandeling in het zorgsysteem kunnen inbrengen en dat we dat kunnen declareren bij de verzekeraars. Met deze transplantatie moet iedereen overtuigd zijn, neem ik aan, toch? Zeker weten, zeker weten. Ik denk dat het belangrijk is dat men weet dat het niet alleen dat we horen niertransplantatie, maar dat het ook belangrijk is om te weten wat voor impact heeft het, niet alleen op de patiënt, maar ook op de maatschappij. Want als er iemand is die dialyseert, zoals ik het ook al zei, zal ik nog eens een beetje grof zijn om te zeggen van heb je soms bijna niets meer aan de persoon. Mm-hmm. Omdat de persoon dus in principe al uitgeschakeld wordt, je bent afhankelijk van de machine, je kunt niets meer geven aan de maatschappij. Ja. Maar met een niertransplantatie heeft zowel de maatschappij als de patiënt, als het gezin, als de directe mensen eromheen hebben baat bij. Ja. Dus, ik wil even teruggaan naar, het is een echtpaar, meneer staat een nier af aan mevrouw. En ik heb begrepen dat meneer Dol enthousiast is om zijn verhaal te vertellen. Ja, de meneer de donor in dit geval, ik zal de naam even niet noemen. Ja. Die is heel erg enthousiast om te vertellen hoe het allemaal is toegegaan. Mm. Hoe hij dus kwam bij het eerste gesprek en van daaruit hoe zaken zijn gelopen. En ik zal eerlijk zijn, ik zal liever niet het verhaal zelf vertellen. Mm. Ik laat het echt aan de meneer over. Ja. Want als die het vertelt, heb je niet eens beeldmateriaal nodig. Je kunt gewoon alles... meteen voorstellen als hij het vertelt. En ik denk dat die excitement wel belangrijk is om, of tenminste, om hem die kans te geven om dat te tonen. En natuurlijk ook misschien de drempel bij anderen om een beetje kan doorbreken en dat men dus meer geloof in krijgt van als de persoon die het zelf heeft meegemaakt zijn verhaal doet naar de rest van de samenleving.
En dat laat ik dus. Maar er komt een moment waarop de donor zelf naar hier toe komt om jullie te vertellen hoe het allemaal is gegaan. Zonder meer, we volgen dit gedeelte, dat van de niertransplantatie, volgen we met belangstelling natuurlijk. En ik vroeg me ook even af, u sprak erover in het begin dat een heleboel partners hun krachten hebben gegeven aan dit proces. Hoe staat het met de deskundigheid hier? Want er is gewerkt met een team uit het buitenland. Maar we hebben die deskundigheid ook toch? Ja, klopt. We hebben sowieso de deskundigheid ook in huis. Maar als je het de eerste keer doet, dan moet je het natuurlijk onder een paraplu doen. Okay. Ik wil niet zeggen dat we al zover zijn om het zelf te doen. Okay. Het medisch team wordt op alle vlakken opgeleid. We proberen overal bij te schaven waar nodig is. Maar het is belangrijk om deze mensen, de technici, die bepaalde van ze hebben 33 jaar ervaring in transplantaties. We hebben een van de beste transplantatiechirurgen hier gehaald. Dat was dokter Stephen Guy. Tweede was dokter Falta, die naar hier toe kwam om de transplantaties uit te voeren. En als wij hun expertise kunnen gebruiken en meenemen en van ze kunnen leren, geeft dat natuurlijk ook betere kansen aan ons om zaken te kunnen overzien en ervoor te zorgen dat als wij op een bepaald moment zaken overnemen, dat we totaal klaar zijn ervoor om het zelf te doen. Ja, geweldig. We dragen de overtuiging ook dat de komende transplantaties ook een succes worden. Dat was het dan, het gesprek dat we hadden met mevrouw Gopal Rai. Zij is coördinator transplantatie Suriname, tevens voorzitter van de commissie niertransplantatie Suriname. En u heeft het gehoord, de eerste niertransplantatie is een feit en ook nog een succes. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.